Het EK is losgebarsten en je ziet dat iedereen meeleeft. Overal in het land hangt de vlag uit. Heel Nederland staat op zijn kop. Je ziet het langs de snelwegen, de boerenlandweggetjes, op viaducten en in de stad. Langs de weg worden wuppies van balen in de fik gestoken. om de Oranje-leeuwinnen een hart onder de riem te steken. Hartverwarmend. Prachtige, rustieke plattelandsverheerlijking. die we normaal alleen kennen van de Regiomarketingmachine. van langs de Tour de France natuurlijk. Geweldig. De boeren zijn überhaupt in Franse sferen. Na een revolutionaire, katoen de moet 15 juli de dag worden waarop we allemaal om 15 uur 15 minuten alles stilleggen om steun aan de boeren te betuigen. Volgens Agractie is het tijd voor een massale Nederlandse volksopstand. Ik denk persoonlijk dat het met de ingaan van de zomervakantie eerder zal leiden tot een massale volksstilstand. Je hoorde het net al van Tim Schaap: de wegen stromen vol naar regio Midden heeft ook regio Noord vrij, dus kunt u overal Friese, Groningse en Drentse vlaggen op de weg tegenkomen die zwarte zaterdag proberen voor te blijven een poging niet zondag, maar zaterdag al naar de haaien te kunnen aan de Spaanse kosten. De kranten staan vol met tankadvies in het buitenland en waarschuwingen over Schiphol. Bij KLM is het inmiddels zo beroerd gesteld met de wachtrijen dat sommige vluchten zelfs uitkomen op Ter Apel. Een Chileense politica is daar teruggevonden nadat ze voor fraude vluchten uit het Zuid-Amerikaanse land. Ze had als burgemeester van de derde grootste stad, zeg maar Den Haag van Chili, in het verleden communicatieadviseurs betaald om aan de macht te blijven. En ze was veroordeeld voor fraude. Dus toen de Chileense Richard de Mos, of laten we zeggen de Rotterdammer Ivo Opstelt... ook slecht met bonnetjes. Toen zij las hoe Mark Rutte hier zijn communicatie heeft geregeld... nam ze het eerste de beste vliegtuig naar Nederland. Niet alleen de vlaggen, maar heel het land zat op zijn kop. De Belastingdienst keerde opeens 1,7 miljoen te veel uit. Hoewel, dat klopt op zich met, nog steeds met het beeld... van een controlerende overheidsdienst die zelf totaal geen controle heeft. Nog een reden voor de Chileense om zich helemaal thuis te voelen hier. Zelfs de temperatuur. In Maastricht wordt het 40 graden, Zuid-Amerikaanse toestanden. Ik dacht even dat ik een Vater Morgana zag. toen ik las dat de NPO. nota bene zelf onderzoek wil doen. naar het salaris. dat Jeroen Pauw is geboden. om hem aan boord te houden bij Bienen en Varen. Het moet niet gek worden. Vrouwenvoetbal op tv. nu ook al een vrouw op de radio. op een plek waar we normaal. een boomer. met voorliefde voor audio-instarts hebben bij de nieuwsbuffet... krijgen we straks ook een vrouwelijke tour. Ik wil niet te enthousiast klinken. maar de meeste vrouwen. hebben vaak meer bal omhoog te houden. dan de gemiddelde kolonist van Bienen en Varen. En ik kan het weten, want ik heb ze allemaal van dichtbij gezien. En wat ik al niet heb moeten doen en moeten slikken om op deze plek voor Kees van Amstel in te vallen vandaag. Een gemiddelde opvangnacht in ter Apel is er niet bij. Dus gezwaai met vlaggen, overheden die uitingen van onvrede weghaalt. De Chileense zal zich hier als een vis in het water voelen. We gaan zelfs geruchten dat ze het Sharon Dijksma op wil volgen. Die ligt namelijk onder vuur, omdat Utrecht deze week besloot om zes weken lang woningen toe te wijzen aan verse statushouders, die nu de Noordstream uit Ter Apel verstopt houden. Maar goed, 15 minuten is alles stilleggen dus vanmiddag. Hoe zou dat gegaan zijn? Ik, ik stel me de brainstorm van Agraxie levendig voor. We moeten iets doen. ooi in de fik steken, zegt er een. Werkt niet. Politici intimideren. Ja, werkt niet. Infrastructuur platleggen. Hebben we al gedaan. Ja, sorry, ik wil ook gewoon op vakantie. Als we lekker vroeg zijn, dan kan ik morgen de tour luisteren... op de Franse radio. Ik ben moe, loeit er een. Wat als we... Wat als we... Wat als we niks doen? Laten we gewoon niks doen. En de vlag uithangen, dat werkt altijd. Ja, oké, okay, maar, maar, maar hoe laat dan? Ja, niet te vroeg, dan moeten de koeien gemolken worden. Rond lunchtijd dan? Nee, dat doet iedereen dan niets. Weet jij of ik de kinderen wel van school kan halen? Vraagt een Brabantse boer. 15 uur, dat is het. 15 juli, 15 uur, 15 minuten. Stilzitten, niets doen, de vlag uit. Eigenlijk zoals het altijd gaat bij een doodgewoon EK. Ik weet niet wat u vanmiddag gaat doen om 15 uur, maar ik rijd lekker naar Den Haag om in het Westbroekpark in de zon een kwartiertje helemaal niks te doen. Vakantiegevoel, boeren steunen was nog nooit zo makkelijk. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.